Hallo, kijk. De eerste kop soep. Ja, dat was het. Ja. Nou, ik zit als mam te bellen. En wij zitten aan de kuppensoep. Ja. Ja, wat... Waar zijn we nou ergens? Nou, we moeten daar kijken. 50 minuten, 83 kilometer, A50, Den Bosch. 21,4 kilometer moeten we naar Hoenderloo zijn we nou. Rechts. Hoenderloo, waar zijn we nou? Terugweg van Friesland naar Ishonit. Ja, van Dokkum helemaal af. 3 uur rijden. Ja, Ferry heeft het meeste gereden tot heden toe. Ja. Nou is papa aan het rijden. Nou rijdt ons pap. We hebben al in de caravan champignonsoep gegeten. Ferry 2 kop en papa 1 kop. Ja. En voor de middag heb ik 1 kipsoep eigenlijk. Koninginnensoep was dat. Koninginnensoep had ik 1 keer op. Champignonsoep is nou op. En nou het water was ook op. Dus we kunnen niet meer soep eten. En met 4 koppen soep op. Half fles drinken. Hoeveel heb jij op van soep? Ik denk 1/4. Maar ik heb 2 sinaasappels op. Hè. Ik heb 2 sinaasappels opgegeten. Je hebt door naar koeken liggen, ja, misschien dat schiet. Nee. En benzine, denk een volle tank, want nu is hij weer half vol, zoiets of niet? Ja.
snap niet, als ik hem zo zet, hoe jij daar dan last van me kan hebben, hoor. En ik heb daar helemaal geen één last van, als je zo zit, hoor. Ja, man. Ik weet dat nog.
ben er al, dat is wel wijd, hè. Zo, er zit er iemand hier aan koekelen. Heb je die serieus op? Ja. Nou, langs die fles. Gedurende 7 kilometer. Ja, alleen maar kuppers. Ah, nee, we die fles. Hoe de achter? Achter de fles. Ja. Daarna, zo kunnen we eindelijk de snelweg op.
Ja, maar dan denken de mensen misschien moet ik naar links lopen. Nee. Moet wel de aan blijven houden tot en met dit punt. Nou kun je hem uitzetten. Uit. Ja, dat dacht ik al. De hoofdweg volgt gedurende 60 kilometer. Dit is ook een beetje. Ja, daarom zeg ik let op. En hier nog scherp.
doe je met een personenauto hier zo 80 rijden? Dat is een Duitse. Ja, maar dat niet alleen. Er zijn zoiets 10% tot 25% die zo rijden. Ik snap dat niet, weet je wel. Er zijn mensen die zijn gewoon zo bang om te rijden en alles en zo. En die brengen het andere verkeer daardoor in gevaar, man. En dan zomaar opeens recht voor je neus naar rechts of naar links. Ja, dat gebeurt. Zonder richting, hè? Zonder richting? Ja. Dat mag. Ja. Vertel dat maar tegen hun. Jok, zie je? Zie je? Zonder richting. Waar hadden we een rijbewijs? Nou, twee banen zonder richting. Dit is een expres, doet hij niet. Zondag. Oh, die zondag niet te werken. Ja. Oh, erg leuk, hè. Tjonge, jongen. We zijn weer al een dag twee keer langs gekomen. Ja. En vertel het aan dadelijk straks op het water. Daar ook, daar heb je, hier verderop heb je daar die brug daar. Zijn die mensen die zijn zo bang van die vrachtwagens, dat ze rechts daar. Dan gaan ze daar half over die stippellijn op die andere rijbaan. Gaan ze zo dan dikke inhalen dan. Want als je zo'n bank blijft erachter of zo, of weet ik veel iets of zo, weet je wel. Aan die andere kant dan ook. Dan zijn ze bang van die vangrail, dus gaan ze weer die andere kant weer zo op en zo. Dus eigenlijk van een driebaans, dan maken ze een tweebaans rijbaan van. Oh. Ja. Maar mij maakt het niet uit. Ik ben overal wel gereden, dus ik weet dat wel, maar hier is gewoon erg. Echt erg. Erger dan in Parijs, man. In Parijs weet je wel, of niet? Ja, maar pas ben je nog een keer de deur geweest. Ja. Ja, deze hoor niet, maar vind ik ook wel. Ja, maar in Parijs, soms heb je geluk dat je helemaal niet, toen ik van Portugal terugreed, helemaal niks in file daar gehad, gewoon met 100 door Parijs heen gereden en alles en zo. Een andere keer dan sta je dat de 3 uur daar vast op een kilometer of zo. Moet je weer in je reis gaan? Dadelijk, ja. Maar dat is nog tijd zo. Vlak voor mijn neus naar rechts. Keihard op de rem. Over de vluchtstrook zo. Doei!
Heel rustig gaat hij dan weer terug. Net of er niks aan de hand is of zo. Kunnen we ook niet rijden. Als iemand anders of zo, ik denk dat hij tegenaan geknald had. Vrachtwagen ook gewoon normaal ingevoegd en dan knalt hij er zachtjes tegenaan. Het zit gewoon niet op te letten. Ik kan nu één naar rechts staan. Ja. Kijk maar niet. Ja, moet er nou rechts? Ja, of links aan. Naar de brug, als de brug voorbij is, dan moet je 2 naar links. Willem, ik ben in de... Nee, er wordt splitsing daar. Over 4 kilometer zeg. Oh. Hier, ik weet niet hoe lang zit daar nou al te werken, 1,5-2 jaar of iets, weet ik veel. Ja, deze ook kan vertrouwen. Ja, maar ze zitten hier helemaal niks aan te werken of niks hier maar. Ja, de buitenland en zo, daar hebben ze allemaal al lang klaar. In een paar maandjes, paar weken. Hij is gewoon bang van die vangrail. Dan rijdt hij over die strepen heen, zie je dat? Ja. En dat is nog veel erger door de week. In het weekend valt het allemaal nog wel weer mee met die mensen rijden en zo. Nou moeten we dadelijk 2 banen naar links. Verdrogen links aanhouden! Maar als de tijd zat, dus kijk maar als je ruimte en alles hebt. Wacht hier. En vanaf hier zoiets, dan is het eigenlijk weer ja, gewoon normaal rijden. Behalve daar dadelijk bij die benzinepomp en weer die splitsing daar. Maar je moet gewoon hoe die mensen rijden, gewoon rekening houden en rekening met welke auto je ziet. Na 800 meter, nou moet je links aanhouden. Elke auto die je ziet, rekening houden, hij kan niet rijden. Dan is het gewoon goed, maar hou je daar geen rekening mee, ja. Dan denk ik elke dag moeilijk of zo hoor. Ik snap dat echt. Nou moet je links aanhouden. Ik snap niet waar ze hun rijbewijs allemaal halen. Ik kom ook bij dezelfde rijschool ergens of zo. Sommigen hebben wel een rijbewijs gehad, maar die houden niet meer aan de regels. Ja. En die iemand maar meerijdt, hij zegt van, ja dit zijn mensen die zijn moe en zo. Maar als wij dingen zo, wij zijn toch ook dan moe, rijden wij dan zo slecht opeens? Ik niet hoor. Als ik moe ben en zo, dan rijd ik iets zachter of zo, weet ik veel. Maar ik blijf gewoon hetzelfde rijden, niet slechter of iets. Moe bent, dan word ik gewoon niks aan de kant als je heel erg. Ja, dat rijd ik ook. Of je rijdt even een tijdje.
komen ze aan mij in het weekend, dus door de week zou ik niet hoe ze daar gaan rijden. Maar door de week is het hier echt erg warm. En daardoor zal denk ik wel, waar je hoort allemaal die ongelukken en zo en alles wat je op de radio hoort. Dus. Maar dat komt gewoon puur doordat die mensen gewoon eens opletten. Ja. Als ze gewoon opletten, is er helemaal niks aan de hand. Echt, die valt best wel mee en alles en zo. Je kunt gerust een snelheidsrecord van 200 plus neerzetten hoor. Zolang die mensen gewoon maar allemaal opletten. En dan denk ik net zelfs als die ene auto die dat 80 of zo tussen twee vrachtwagens in blijft rijden. Dan zitten ze al half te slapen in de auto of zo, weet je wel. Ja. Dat is gewoon gevaarlijk, ik snap niet waarom ik dat doe. Ik heb daar ook soms op teruggewerkt, dan zeg ik hem de 100 cruise control. Ik zeg, vind het te gevaarlijk om 100 cruise control hier te rijden? Ik ga iets harder. Dat vind ik veiliger dan. Hetzelfde als met trajectcontroles en zo. Waar iedereen dezelfde snelheid en zo. Dat is kei gevaarlijk, man. Er moet zoiets 10 of 20 kilometer per rijbaan verschil in zitten. In Duitsland zie je dat allemaal. Die blauwe bordjes. 80, 100, 120 staat er al zo. Advies. Hier ook, wat ze door de week zo weet ik hoeveel vrachtwagens maken. Dan moeten ze gewoon drie baans maken. Als je drie baans zien maken, is er niks aan de hand. Maar dan hoor je op dan op de radio, ja, met verkeersdruk en we wel naar gaan werken. Dan valt allemaal mee, geen vertraging, niet zoveel files. Dus we laten het gewoon zo. Maar in buitenland zie je overal snelwegen allemaal drie baans maken. Hier is bijna de enige waar ze twee baans hebben. Yeah, I don't know.
dingen. Denken dat er geskimd wordt met je belastingkaart.
pakt hij geld van jouw PayPal-account als je ergens iets mee bent of zo. Dat is echt heel makkelijk. Ja, dat verdienen dat geld. Je krijgt geen geld als je niet hoort werken. En dan zeggen ze, het is afgelopen jou. Je gaat die werkloos zijn, je krijgt maar een klein inkomen met. Je krijgt ook je Mastercard met. Wordt dan geschrapt. Ik weet niet hoe dat zit. Ja, maar. Zolang je alle rekeningen en alles kan betalen, dan, ja, dan krijg je geen negatief woord of zo. Dus dan kan dat volgens mij wel gewoon, hoor. Ja, als je maar één keer eruit komt. Dat te weinig binnen kan. We moeten er weer wegkomen. Dat is een motor. Ja, maar ook een licht.
de nieuwere tomtoms en zo ook. Dit is van 2009 deze. Hè? Die vorige die ook was van 2008. De volgende afdeling over 800 meter. Na 800 meter, de afslag nemen we daarna aan het einde van de weg. En nou rechts. Normaal? Nee, want daar ben ik veel te lastig door in Ezek. Oh, wat hij die weg had, ik hem niet laten rijden. Nou, ik snap echt niet waarom je zo rijdt, man. Dat scheelt bij komen 3 kilometer. Ja, maar dat is een hondenuitlaatzone. Dat is niet voor auto's. Dat is, en je rijdt met een caravan. Hondenuitlaat doe ik rijden deur. Dat doe ik niet, dat stukje. Dat is nog steeds hondenuitlaat daar. Nee. Daar kom ik klaar met de hond daar hoor. Ja, maar door dat stukje vat ik niet. Ik zal het laten zien hoe ik. Ja, ik snap, jij gaat daar rechtdoor, maar daar zit met de hond ook nog. Oh ja. Maar dat stukje, dat roos hoor. Toevallig dat het toen vrijdag of zo. Toen was daar file, iedereen die stond hier. En toen kon ik daar rechts. Toen was ik één keer weer naar rechts gegaan. Ik had er al mijn hekel aan, na 15 meter die kant te rijden. Hé? Ja. Dat is een weg voor fietsers of zo. Zo direct moet je rechts. Niet voor auto's of voor... Hij zegt het al. Ja, maar dat is een van de weinige keren dat ik niet luister naar dat ding. Oh. Hier, hij zegt het nog zelf aan, die... Na 800 meter, en nou rechts, daarna en nou links. Hier, die geef het dan. Maar de mannen niet eigenlijk. Ja, volgde jou hè. Nee. Volgde jou hè. Nee. Ja, het is goed. Nou is de jou een keer goed. Nee, hij zegt naar 1600, niet hier. Oké, ik kan luisteren naar jou, want jou die brood. En nou rechts, daarna en nou links. Na 200 meter en nou links. Er zit een caravan achter. Ja, en? Godverdomme, man. Links afslaan. Je staat erbij, verboden voor vrachtwagens. Eigenlijk ben je nou een vrachtwagen, hè? Nee. Ja, wel. En hier weer. Heel die dingen, het zit bijna tegen een boom aan, die auto daar, man. Weer dan hier. Wat de... Oh, oh. 300 meter. Ga je nou hier overal gaat en weet ik allemaal waar. Dadelijk. Waarom rij je hier in godsnaam? Dit is voor fietsers, man. Caravan. Godverdomme. Ja, 30 jaar geleden hè. Ik rij altijd hier met een caravan doorheen. En nou links. Net op. Ja, die gaan we goed aan de kant. Ja, hoe moeten we er tussendoor? Auto's! Nou weet je de weg weer naar de man. Nu links. Oh. En nou links. Je moet nou aan de kant. Ik wil een bocht vatten, maar denk ik niet. Zien hoe slecht de weg hier en alles, man. Nou, er lijkt wel die tank weg, dat stukje bij Kroatië. Hebben ze trouwens beter gemaakt daar, hè? Heb je niemand die zo super slechte weg gedaan naar dat binnenbak toe? Nee, dat is allemaal verbeterd. Kom je daar echt 20 of
30 heen. Voel je niks of zo? Rustig, man. Godverdomme. Na 100 meter en nou rechts. Daarna aan het einde van de weg en nou links. Over 100 meter rechts afslaan. Zeg hier met die drempels, want je weet niet hoe dat nou is met deze caravan. En nou rechts, daarna aan het einde van de weg en nou links. En nou rechts, daarna de tweede afslag links. De tweede afslag. En hier. Hoe was de dinges? Voelde je niks van de caravan? Dat hij de grond raakt of weet ik veel iets? Nee, ik heb niks. Na 100 meter en nou links, daarna en nou links. Links afslaan. En nou links, daarna en nou links. Over 100 meter links afslaan. Daarna, je bent een noodruit, ken ik eigenlijk al mijn bier. Ja, bier, een vuistje koffie, man. Zeg dan koffie. Bestemming over 100 meter. Niks geraakt? Nee? Nee. Na 100 meter, je bent een noodruit, ken ik eigenlijk al mijn bier. Hierop? Nee. Beter dan waar jullie dan, of niet? Ja. De auto verzetten? Ja, ik denk het wel.